Lieven Scheire had vandaag een lezersbrief in de Standaard. Wat denk jij, Lieven? Ah, ja, de lezersbrief ging over het... ja, ik vind Yves Leterme eigenlijk de voorbije 2 jaar een bijzonder interessant sociologisch fenomeen. In de Vlaamse regering heb je dan een iets wat saaie, maar degelijke man. En dan maakt hij de baas en dan plotseling begint hij zo langzaam op te zwellen. Een beetje eigenlijk bij de gorilla's. Het is zo de zilverrug dat hij de baas mag zijn. En ik zie nu hetzelfde. Dus ik zie bij Chris Peters zie ik een iets wat saaie, maar degelijke man. Ik vroeg mij af, wie weet... Zwelt hij nu ook langzaam op tot als hij zo een beetje, zoals Yves Leterme, de nieuwe zilverrug van de CD&V wordt. Dus ik ben benieuwd. We zullen zien wanneer we hem zien verschijnen zonder bril met contactlens. Wanneer hij zijn eerste minares heeft.